Hoi jongens, deze vlog neem ik jullie even mee in een kijkje bij een keizersnede. Heel leuk, keizersnede van een tweeling. Maar het is wel zo dat we alles gefilmd hebben. Dus als je een beetje een zwakke maag hebt, of niet van bloed houdt, of het allemaal maar eng vindt, dan moet je maar even afwachten tot de volgende vlog. Daarbij wil ik ook zeggen dat we aan iedereen toestemming hebben gevraagd om dit te mogen filmen. En dat de moeder het ook zelfs leuk vond dat we alles gingen filmen. De keizersnede vandaag ga ik samen doen met Timo. Timo is een vriend van Anne die in opleiding is tot chirurg. En die vindt het ook wel eens leuk om een keizersnede te doen, want dat doen chirurgen normaal natuurlijk nooit. Keizersnee bij deze vrouw gaan we doen omdat ze niet in een goede positie liggen om geboren te worden. Wat wel anders is dan in Nederland, is dat we niet precies weten hoe ver ze zwanger is. De allereerste scan is een echo. Dat we een echo bij haar maakten, dat was toen zij ongeveer 30 weken zwanger was. Nu zou ze dan bijna 37 weken zwanger zijn. Maar wat het precies is, weten we niet. In Nederland weet iedereen netjes 1 wanneer ze ongesteld zijn geweest. En 2, als je heel pril zwanger bent, dan heb je al een zwangerschapstest gedaan. Ben je bij de verloskundige geweest, heeft de verloskundige je doorgestuurd voor een echo. En dan ook nog een echo waarop precies gemeten wordt hoe ver je zwanger bent. Hier gebeurt dat allemaal niet. Sommigen denken ook dat ze al een jaar zwanger zijn bijvoorbeeld. En dan is het gewoon, als wij de echo maken, is het 7 maanden. Maar bij deze vrouw denken we nu dus dat ze bijna 37 weken zwanger is. Al worden de kinderen qua gewicht wel kleiner geschat. Dat komt waarschijnlijk door malaria. Heel veel vrouwen hebben hier malaria in de zwangerschap. En eigenlijk ook alle kinderen die geboren worden, die zijn veel kleiner dan wat je zou verwachten qua zwangerschapsduur. Wel bijzonder, want thuis zijn nu heel veel vriendinnen van mij ook aan het bevallen. En is een kindje van 2400 gram bijvoorbeeld een heel licht klein kindje. Terwijl we hier dan echt spreken over een goede baby. Als ze echt te klein zijn hier, dan is het vaak rond 1 kilo, 1,5 kilo. En overleven ze dan ook uiteindelijk na een aantal weken vaak niet. Maar goed, we gaan haar nu dus meenemen. We hebben haar 2 weken geleden al beloofd dat we vandaag ongeveer de keizersnede zouden doen. Dus daar kijkt ze ook ontzettend naar uit. En we weten dat het 2 jongetjes wordt. Daar is ze ook heel blij mee. Al had ze liever een meisje erbij gehad. Omdat ze ook alleen nog maar jongens thuis heeft. Het is wel ergens risicovol. Want ze heeft al een keizersnee eerder gehad. Bij een eerdere zwangerschap. Dus dit is een 2e keizersnee. Dus veel kans op verkleving. Plus de keizersnee die ze eerst heeft gehad. Die is vanuit de midline gedaan. Terwijl in Nederland krijg je heel keurig een bikini-streepje. Dat is nu niet. Voor mij wel het voordeel dat als het wat verkleefd zit en ik het uiteindelijk open heb gekregen, ik meer ruimte heb om te opereren. Wat verder heel anders is hier dan in Nederland, is dat we heel veel gare instrumenten hebben. Instrumenten die in Nederland voor eenmalig gebruik zijn, die worden hier gewoon iedere keer opnieuw gebruikt. Waardoor de scharen bot zijn, waardoor de klemmen niet goed klemmen of afschieten halverwege. Bovendien doen wij alle keizersneden onder ketamine. En in Nederland doen we dat heel fijn en heel gezellig ook met de rugprik. Maar met ketamine betekent dat moeder onder zeil gaat, maar dat ook de kindjes aangedaan zijn. Dus je kan niet eindeloos lopen tutten. Maar moet proberen om een beetje door te werken. En tijdens het doorwerken ook om niet te blazen of andere vitale organen te raken. Wat misschien nog wel het allergrootste verschil is in Nederland, is dat wij geen OK-assistenten hebben. In Nederland heb je heel netjes dus een OK-assistent die alle instrumenten die je nodig heeft op haar tafeltje heeft en aan jou aangeeft.
En als reden, of daarbij ook, dat je absoluut niet zelf aan de instrumenten mag komen. En stelt netjes de hechtingen, stelt netjes de gazen. Dat doen we allemaal zelf. Wat zeker als het een moeilijke operatie is of een hele acute keizersnee, je gewoon echt maar grijpt op het tafeltje van, oh ja, die klem, nou, pak die maar. Hop, dat hebben we nu nodig. En niet iemand die daarna netjes teruglegt en dat je overzicht hebt. We proberen daarin wel netjes te werken, maar je bent toch echt met name bezig wat je aan het opereren bent. Is hartstikke goed gegaan. We hebben helemaal geen complicaties gehad. Kinderen goed makkelijk eruit kunnen halen en geen blaaslesie of darmletsel gemaakt. En ook weer netjes kunnen sluiten. Wat wel bijzonder is, of wat wel misschien wat uitleg nodig heeft, is dat een van de twee kinderen had in het begin wat moeite met op te starten. Vooral omdat ze gewoon zo licht van gewicht zijn. In Nederland heb je heel netjes een warme opvangtafel, je hebt een zuurstofkap en het enige wat we hier hebben is een paar doeken om ze goed droog te wrijven en één kap met een ballon om ze te beademen. Maar het is niet dat we zuurstof hebben om daarop aan te sluiten. We hebben ook geen zuurstof om daarna continu te geven met wat positieve druk. Want dat is wat je dan in Nederland doet, is dat je een beetje zuurstof met positieve druk geeft, zodat die longen mooi open blijven. En dat is ook het lastige met het plannen van zo'n keizersnee. Want je wil zeker niet te vroeg zijn als die longen nog niet rijp genoeg zijn. Maar je wil ook niet te laat zijn als de kinderen bijvoorbeeld in de buik al overleden zijn. Of als in één keer heel plotseling alsnog de vliezen breken, terwijl ze allebei in de verkeerde positie zitten. Uiteindelijk zijn ze goed bijgekomen en heeft Anne denk ik goed meegeholpen met de opvang van de kindjes. We came to make a movie again and to watch the babies. Gracias.
dat snap ik. Positief genoeg voor jullie zo? Neem ze gewoon mee naar huis hoor. Ze gewoon mee naar huis nemen.